Ik denk een verdiende overwinning van AKC, maar wel veel te veel defensieve fouten van onze kant. En een zeer enthousiast Skaldis, waardoor het Skaldis zeer lang in de wedstrijd is gebleven. En eens dat we onze fouten er hebben uitgehaald, maar dan was het toch al diep in de tweede helft, hebben we het verschil gemaakt. Ja, jullie beginnen zeer goed aan die eerste helft. Het is op zich geen mooie wedstrijd, maar het is wel een spannende wedstrijd. Ja, het is een spannende wedstrijd, maar daar ben ik niks mee natuurlijk. Ik had graag gehad dat we een volledige wedstrijd goed hadden gespeeld. En daarvoor zaten er zeker de eerste helft te veel fouten in ons spel. Vooral defensief. Ik denk dat we echt veel te veel hebben weggegeven. En daar hebben we het ons onnodig moeilijk gemaakt. Nu, jullie gaan met 9-11 rust de voorsprong de rust in. Op zich nog niet gewonnen. Ja, dan denk je, we hebben de slechte eerste helft overleefd. We staan 2 doelpunten voor. We gaan het doortrekken en dan komen we de tweede helft naar buiten. En dan maken we nog een paar defensieve fouten. Dan is het denk ik 13-13. En dan heb ik toch een time-out gepakt om me even heel boos te maken. En ik weet niet of dat was wat het verschil heeft gemaakt, maar vanaf dan zijn we er toch van weggelopen. Ja, inderdaad, na die 15-15 kunnen jullie uiteindelijk die voorsprong nemen en wel verder uitbouwen. Ja, ik denk dat het belangrijk was dat we onze opstelling in de eerste helft wat hebben gewijzigd met de dames van vak te wisselen. Waardoor dat Steffi toch een zeer belangrijke rol heeft gespeeld aan de andere kant. Ja, goed, ja, ik denk dat voor jullie 2016 op zich nog geen al te goed jaar was. Want jullie hebben 3 wedstrijden op rij verloren. Deze wedstrijd hebben jullie wel degelijk gewonnen, dus het mocht wel keren. Het was dringend nodig dat we wonnen. En, je voelt dat aan de ploeg, dus dan krijg je wat stress als de tegenstander lang aanklampt. En nu, van hier moeten we nu verder in volgende week moeilijke wedstrijd tegen Boekenberg. Maar vanaf nu gaan we verder vooruit. We gaan het wedstrijd per wedstrijd bekijken. Maar we kijken nog altijd naar de kruisfinales uiteraard.